Wanneer je een verse zakenauto wilt, kun je natuurlijk kiezen voor een nieuw model met 15 of 21% bijtelling. Maar waarom zou je niet gaan voor een mooie gebruikte auto? Zo'n lekker dikke slee met weinig kilometers. Dat is niet alleen leuker, maar vaak ook stukken voordeliger. En daarom zetten we vandaag 7 aantrekkelijke youngtimers voor je op een rijtje. Bij een youngtimer, oftewel een auto die tussen de 15 en pak een beet 25 jaar oud is, betaal je 35% bijtelling. En dan niet over de nieuwwaarde of de aanschafprijs van de auto, maar over de zogenoemde economische waarde. Zo kan het voorkomen dat je voor een BMW 523i Touring met een economische waarde van 7900 euro slechts 97 euro bijtelling per maand betaalt. Dan zit je er toch behoorlijk lekker bij, zeker wanneer je weet dat een nieuwe 520i Touring je met 25% bijtelling iedere maand zo'n 450 euro kost. Het youngtimer voordeel is het grootst bij grote auto's. Op kleinere modelletjes zoals de Audi A1 1.0 TFSI betaal je met 21% relatief weinig bijtelling, wat bij een aanschafprijs van 19.540 euro neerkomt op een maandelijkse bijdrage van 144 euro. Ga je voor die andere kleine Audi, een A2 1.4 ter waarde van 8950 euro, dan eindig je met 35% op zo'n 110 pegels per maand. Zo zie je maar dat een youngtimer niet altijd de betere keuze is, want voor dat geld zouden wij toch liever die moderne 3-pitter turbo hebben in plaats van die hoogtoerige 4-cilinder uit het jaar 2000. Wie in de markt is voor een eigenzinnige Franse auto zou natuurlijk de showroom in kunnen wandelen en een gloedje nieuwe C4 Cactus uit de rekken kunnen trekken. Met 21% bijtelling over een krappe 17 mil kost je dat elke maand zo'n 125 euro. Maar als je dan toch op de excentrieke tour gaat, zou je je lot natuurlijk ook kunnen verbinden aan een authentieke XM 2.0 Turbo VSX uit de jaren 90. Met een economische waarde van ongeveer 5900 euro levert dat een maandbedrag van slechts 72 piek op. Vooruit, je hebt geen airbumps en funky zwarte randjes langs je wielkasten, maar zoeft voor een prikkie mooi wel rond op zijdezachte veerbollen. En wat als je een dikke coupé wilt? Wij lieten ons oog vallen op een BMW 218i Coupé met een keurige 3-cilinder turbo met 136 pk. Tja, dat schijnen we tegenwoordig een dikke coupé te mogen noemen. Zo'n 2-serie kost je ongeveer 34.000 euro, maar voor die centen kun je ook een snaar- en snaarstrakke BMW 840i uit 1993 op de kop tikken. Met een 4-liter V8, 286 pk en klapkoplampen waarmee je in één keer de baas van de buurt bent. Dit kun je zien als een waardevolle investering, want een 218i zal de komende jaren in waarde dalen, terwijl een goed onderhouden 8-serie behoorlijk waardevast is. Een Volvo V60 met 7% bijtelling was een paar jaar geleden een aanbieding waar je als zakelijke rijder moeilijk omheen kon. Niet zo gek dat je er op elke straathoek tegenwoordig wel een stuk of 4 vindt. Inmiddels is het bijtellingsvoordeel stukken minder groot, dus wordt het weer aantrekkelijker om de subsidiehybrides te laten staan en jezelf te trakteren op een wat oudere V70. Een fijne 5-cilinder, een uitstraling waarmee je nog steeds prima voor de dag kunt komen en vaak een lading opties waar menig moderne middenklasser zijn hoed nog vooraf neemt. Wat ons betreft zeker het overwegen waard. In de categorie oh ja, die was er ook nog, raden wij de charmante Rover 75 aan. Onderhuids maakt deze Britse heer veelal gebruik van BMW-techniek en dat is een pluspunt, zeker omdat hij het weet te combineren met een gevoel voor stijl waar menig Duitser stil van wordt. Het prijskaartje van deze Engelse elegantie is ook nog eens erg aantrekkelijk. Juist omdat vrijwel niemand de 75 nog op zijn netvlies heeft staan, kun je voor zo'n 3000 euro al een erg net exemplaar in je handen krijgen. We'd like one with brown leather, please. In Youngtimerland vormt Mercedes-Benz al sinds de middeleeuwen een vaste waarde. Een oude E-klasse W124 combi, een nette S-klasse met de kop eraf of zelfs een C-klasse met een dikke diesel. Het zijn stuk voor stuk stevige auto's die aantrekkelijk blijven voor Youngtimer-rijders. Nederland kent bovendien behoorlijk wat specialisten die prachtige exemplaren met bizar lage kilometerstanden uit de krochten van de Duitse automarkt weten te toveren. Dus wie niet zo nodig nieuw wil rijden, kan op die manier mooie voordeeltjes scoren. Tot zover 7 youngtimers waarmee het slim winkelen is. Doe er vooral je voordeel mee. Volgende week duiken we weer in een heel andere hoek van de autowereld in een nieuwe aflevering van De 7. Voor nu vooral een heel mooi weekend en graag tot de volgende keer.